Zet hem op. Leuk het niet af. Ja. Niet de lente. Sebastiaan, wat hij hiervan vond.
Ik word hier zo blij van, want dit is zo erg jaren 90. Dit vond ik zo leuk. Dat vond ik zelf ook heel leuk om te doen. Alleen ik kon er niks van. En jullie kunnen dat wel. Dat is het enige verschil. Ja, hartstikke goed gedaan. Jullie hebben ook allemaal, wat staat er op jullie shirt? Ik heb mijn lens niet in. Breakdance Freak. En dan de naam van degene. Wat vet, heel tof. Hoe lang doen jullie dit al? Weet niet. Een half jaar. Anderhalf. Anderhalf jaar. Nou, best wel een tijdje, denk ik. Al een tijdje. Hartstikke goed. Dat kun je echt heel goed zien. Hartstikke goed gedaan. Nou, dankjewel. Burgemeester? Nou ja, ik was ook onder de indruk. Want jullie hebben ons zelfs... jullie hebben het zelfs zover gekregen dat we gingen staan. En het moet natuurlijk wel, want we wilden de grondoefeningen natuurlijk ook goed zien. Breakdance, dat vraagt kracht. En behendigheid. Je moet soepel zijn, maar je moet ook een heel goed ritmegevoel hebben. En dat hebben jullie alle drie laten zien. En ondanks dat jullie nogal verschillend van grootte zijn, zag ik al die aspecten van het breakdance in jullie alle drie terug. Dus ik vond het heel erg goed gedaan. En geloof me, ik heb het zelf nog nooit gedaan, maar ik weet wel hoe moeilijk het is hoor. Dus toppie. Nou, bedankt. Dankjewel mannen. Hartstikke goed gedaan. Nou, het gaat toch gebeuren. De laatste.